Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je Noordzeekrab kookt in groentebouillon. Wat hebben we nodig? Groentebouillon, Noordzeekrab en currypoeier. De groentebouillon die hebben we gemaakt in de vorige uitzending. Die is op basis van wortel, selder en ui. Het recept die vindt u terug op onze website firstclass.tv. De bouillon, hier zit er niks meer in van groentjes. Waarom niet? Als we de krab koken, we halen de krab eruit straks, dan gaat er niks meer tussen zitten van restjes van gekookte groentjes. Dus dat is eigenlijk veel makkelijker om ook straks de krab te gaan verwerken. De krab die heeft nu 3 minuutjes gekookt. Nu gaan we die 20 minuutjes laten afkoelen in de bouillon zelf. En dan gaat de krab perfect klaar zijn. De Noordzeekrab, die hebben we nu gekookt. Die is nu klaar. Uit de Noordzee gebruik ik eigenlijk 4 soorten krabben. We hebben de spinkrab, we hebben de zwemkrab, we hebben de strandkrab en de bruine steenkrab. Dat is de bruine krab. Wat gaan we daarvan gebruiken? Dat is eigenlijk de poten. Dus we gaan de poten afkraken. Zo. Hier in de poten, hier zit het meeste vlees. Dus die gaan we straks gaan kapot slaan en gaan pellen. Hier in de kop, hier zit de koraai. Dat gaan we allemaal gebruiken voor soep van te maken. De poten, die gaan we mooi afkraken. Dan nemen we een lepel. En dan gaan we de krabbenpoten mooi gaan kraken. En nu kan je mooi dat vlees er gaan uithalen. De gekookte krab. Met de kop, daar zullen we soep mee maken. Wat we zullen doen met het krabvlees, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Zeker lekker en tot de volgende keer.